Hypnose is een toestand, een veranderde staat van bewustzijn. Deelnemers die wij vandaag hier hadden, die hebben zelf niet alleen verstandelijk, maar vooral emotioneel beleefd wat het is om iets dergelijks zelf mee te maken. Het is niet normaal, je ziet alles en terwijl er gewoon eigenlijk helemaal niks is. Dat is eigenlijk een beetje onomschrijfelijk. Je bent niet weg, maar je zit er een beetje tussenin ook weer. Als ze jou vertellen, is het al heel eng. Maar als je dan echt het gevoel hebt dat je er helemaal tussenin zit, dat je je broertje ziet liggen, verschrikkelijk. Je ziet gewoon alles en je ruikt alles. En nee, het is niet normaal. Ik denk dat ik zo in die emotie zat en dat ik wist hoe heftig ik het had meegemaakt. En bij mij was het niet eens dus echt. De emotie was hier het beleven, het voelen van de ontberingen, van de verschrikkingen, van het verdriet. Ik zie me ook op een gegeven moment kijken en ik heb zo'n traan in mijn ogen. En ik kan me helemaal niet meer herinneren dat ik ook echt tranen in mijn ogen had, maar blijkbaar had ik dat dus wel op dat moment. Ik vind het fijn dat ik het gedaan heb, omdat je er dus nog meer in kan leven wat die mensen meegemaakt hebben. Het is net als een tv, ja, je ziet op tv, ja, en? Dat komt minder binnen als je ze echt zo zelf tussenin ziet.